welkom bij deze nieuwe video. Ik wil jullie gaan laten zien hoe je de nieuwe flow editor, de webflow editor, kan aanpassen van verticaal naar horizontaal. Deze aanpassing hebben we te danken aan Geurt Dijker. En hij heeft een scriptje geschreven waarmee we dat kunnen gaan doen. Ik ga het nu uitleggen in Google Chrome. En wat we hiervoor moeten doen is, we moeten een extensie gaan installeren. Die heet Stylebot. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten. En dan tik je op Add to Chrome. Doe je extensie toevoegen. En nu zie je hier CCS bijgekomen. Als je daarop klikt en je gaat naar opties. Vervolgens ga je naar styles. Doe je edit aan nieuw stijl. Vullen we hier een naam in. Flow.homey.app. En dan kunnen we hier de code gaan invoeren. Die code die zal ik ook eventjes onder in de beschrijving zetten. En dat is deze code. Die moeten we gaan toevoegen. Als je nu eventjes op pauze drukt, kan je hem ook overtikken. Wil je hem snel kunnen kopiëren, dan moet je even in de beschrijving kijken. Als je de code hebt ingevoerd, duw je op Add. En als je nu weer terug gaat naar de Homey Flow Editor en je ververst hem, dan zal je zien dat hij nu netjes horizontaal is geworden. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je al geabonneerd? Dank je wel. Ben je nog niet geabonneerd? Zou ik het leuk vinden als je het eventjes doet. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video.